Ja, oké. Ik probeer terug met jullie kort door te lopen door het hoofdstuk, de inleiding alvast van limieten. Dus dat is hoofdstuk 6. 6.1 zien jullie daar in de cursus. Een zijblaadje, dat is dus eigenlijk dit dat hier klaar staat. Wat moet je daar vooral onthouden? Wat staat er? Ik heb hier een functie neergezet. Wacht, ik wil hier even niet meer. Zo, ja. Het is duidelijk een homografische functie, een hyperbool. Jullie zouden eigenlijk ondertussen al moeten in staat zijn om die functie zelf te kunnen tekenen. Verticale en horizontale asymptoot is hier weer aangeduid. Dat is niet moeilijk door de pool. En hier met dat trucje in horizontale asymptoot hebben we eigenlijk gezien, dan speelt enkel x nog een rol, omdat ik dan naar oneindig grote waarden moet kijken. Dus die verticale en horizontale asymptoot, die moeten jullie dan zelf ook nog tekenen op dat blaadje. Waar wil ik nu naartoe met limieten? Wel, we gaan een keer kijken wat er gebeurt in een punt dat eigenlijk normaal bij reële functies niet meer meedoet. Dus de vraag is hier, tot wat of tot welke waarde nadert fx, het beeld van x, hè, als x oneindig groot wordt? Dus ik heb dat hier willen aanduiden met die puntje, 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 tot ik eigenlijk oneindig zou bereiken. En dan vanuit ja, onze definitie asymptote weten wij, een asymptoot is de rechte die de functie raakt op oneindig. Dus op oneindig zal de functie raken hier met de asymptoot en weet ik dat de y-waarde op oneindig 5 is. Ik heb dit willen aantonen met behulp van een aantal waarden die we gewoon invullen. Dus ik neem x eerst een keer 100.000, 10.000, 100.000. En dan bijna oneindig groot. Dus ik heb hier 10 tot de negende nog laten bijschrijven door Maxime. En wat zie je? Hoe groter dat die x-waarde wordt, want ja, 10 tot de negende is eigenlijk nog lang niet oneindig, maar voor ons is dat toch al groot, zie je dat we eigenlijk in de buurt van die 5 komen. En dat is eigenlijk de eerste betekenis, nog een beetje intuïtief. We gaan dat straks in een definitie steken. Dus hier, die lim, dat is de afkorting voor de limiet. Hè. Dus die limiet van de functie, zo moet ik dat lezen, als x naar plus oneindig gaat, is 5. Je zou dat moeten kunnen invullen zonder dat, vanuit de grafiek nog. Hè. Verder hebben we het, we gaan het ook leren berekenen, maar zover zijn we niet. We zien dus duidelijk dat de functie discontinu is in plus oneindig. Dat is wel logisch, want normaal kijken we enkel reëel. Maar in de limiet, hè, bestaat die waarde wel en zeggen we die is 5. Oké. Ze zeggen dan nog het koppel plus oneindig 5. Dus dat x-coördinaat plus oneindig zou zijn. Dat zullen we niet gewoon, is de y-waarde 5. Die wordt eigenlijk toegevoegd aan de functie. En die bekomen functie f-streep, dat noemen we de continue uitbreiding van f. Hè. Dus f-streep is de continue uitbreiding van f. Dan is die zelf continu in plus oneindig. Dus dat staat er hier nog een keer, dat moeten jullie aanvullen. F' is eigenlijk de volledige functie f, uni plus, wil dat zeggen, een punt dat wij erbij nemen. Dus wij nemen plus oneindig 5 erbij. En dan zien we, ah ja, dat is een continue uitbreiding van f in het punt plus oneindig. Wat is dus de limiet? Dat is eigenlijk gewoon een functiewaarde. Maar dikwijls zal die functiewaarde niet bestaan, zoals hier. We kijken eigenlijk nooit bij x aan plus oneindig. Of de functiewaarde of de y-waarde van een continue uitbreiding. Er zal ook niet altijd een limiet bestaan. Er bestaat enkel de limiet als een functie continu uitgebreid kan worden. Oké, een tweede voorbeeld, maar nog altijd met dezelfde grafiek. Ik wil ook een keer zijn limietgedrag gaan bekijken. Als x naar 5 nadert, we zien, ik ga even terug naar de grafiek gaan. 5, dat is hier de pool van mijn functie. Daar zit mijn verticale asymptoot, die doet eigenlijk niet mee, die behoort niet tot mijn domein. Maar de limiet, ja, kan alles, dus kan ik toch gaan kijken wat gebeurt er eigenlijk in dat punt 5.
Eigenlijk, we hebben al linker en rechter limiet gezien. Hè. We hebben hier al gezien, de linker limiet zie ik, die zal eigenlijk links, zal dat hier naar min oneindig gaan als y-waarde. En langs de rechterkant, hè, als ik rechts, hier is 5, hè, want ik had dat hier misschien beter ook aangeduid aan de as, maar dat is nu niet gebeurd, maar is niet zo erg. De rechterkant zie ik dat die functie zodanig groot die y-waarde dat dan naar plus oneindig zal gaan. Wie dat niet gelooft, hè, en dan moeten er normaal veel onder jullie zijn, die vullen gewoon een aantal waarden in. Dus kijk, links van 5, dus dat wil zeggen net niet 5, dus 4,99, dan een beetje dichter, nog een beetje dichter, dan zie je dat het wordt heel, heel klein. Bijna oneindig klein. Hè. Dus dit benadert min oneindig. Maar als je dan naar de andere kant gaat kijken, groter dan 5, dus als ik van rechts kom, dus 5,01, dan een beetje meer nullen ertussen, dan nog wat meer nullen, dan ga je zien dat het bedrag, het beeld daar, heel groot begint te worden. Zelfs oneindig groot. Kijk, ik doe hier maar een paar nulletjes bij en dat heeft al direct een ongelooflijk effect. Dus je ziet, hoe dichter bij 5 langs de rechterkant, zal ik naar plus oneindig gaan. Als deze niet gelijk zijn, want dit is min oneindig en dit is plus oneindig, dan zeg ik de limiet bestaat niet, streep. Het is duidelijk discontinu in 5, daar gaat niemand nog over vallen, want dat is mijn pool. Ik heb hier laten bijschrijven, dat is eigenlijk wat belangrijk, daar kom ik nog op terug. De limiet van de functie bestaat niet, maar als ik hier een kleiner dan teken boven de pijl zet, dan wil dat eigenlijk zeggen, wat is dan de linkerlimiet van de functie in 5? Dan kan ik wel zeggen, die is min oneindig als ik van links kom. En wat is de rechterlimiet van de functie in 5? Die is plus oneindig als ik van rechts kom. Hè? Maar ze zijn dus niet gelijk, dus de limiet zal niet bestaan. Oké. Okay. Eigenlijk met behulp van deze functiewaardetabelletjes kan ik eigenlijk zelf een limiet bepalen zonder dat ik de grafiek gegeven heb. Daar komen we zelfs op terug, nu hebben we een oefeningsknop. Hier zit blijkbaar een blanco pagina. Ik ga hier verder. Ja, dit is dan een tweede voorbeeld, dat moeten jullie dan maar gewoon een keer overnemen. Ik denk dat we die functie zelf al een keer getekend hebben. Hè. Ik ben nu niet 100% zeker, maar ik denk wel in het hoogste continuïteit. Dit is het functievoorschrift, de absolute waarde van x gedeeld door x. 0 doet duidelijk niet mee, want ik mag niet delen door 0 bij reële functies. Dus dit is hier bij de rood. En voor de rest is dit een duidelijk discontinue functie. Ik heb een sprong. Dus ja, iets wat speciale functie, geen veeltermfunctie. Als ik de limiet zou vragen in 0, dan kan ik weer zeggen, ja, die bestaat niet, want ik kan dit nooit continu maken. In de limiet mag je enkel zo één rood bolletje groen maken, dus één punt erbij nemen in een bepaald punt, dus hier in 0. Maar hier, ja, ik zou ofwel dit er kunnen bijnemen, ofwel dit, maar kan ze niet beide, dus ik kan nooit dat mooi vloeiend maken. Dus een continue uitbreiding is dan ook niet mogelijk. Ik kan enkel weer spreken van een linkerlimiet, als ik het er links bij neem, is het min 1, of van een rechterlimiet, die LLRL, dat zijn geen officiële afkortingen. Hè. Wij spreken dat gewoon onderling af, maar eigenlijk moet ik altijd deze notatie, die is wel officieel geldig wereldwijd, dus min 1 of 1. Ik kan dan ook wel schrijven van een linkscontinue uitbreiding of een rechtscontinue uitbreiding, waarbij dat ik telkens één punt erbij neem, zodanig dat de functie linkscontinu is of rechtscontinu. Maar volledig continu kan ik ze niet maken, zelf in de limiet niet. Oefening 5 in uw handboek op pagina 69 is daar eigenlijk een goede oefening voor. Wat vragen ze daar? Om limieten grafisch gewoon af te lezen. Dus ik denk... Ook al maak je de eerste keer die oefening nog met naar de oplossingen te kijken, door ze eerst te bekijken, zal je ze waarschijnlijk beter begrijpen. Als je bijvoorbeeld hier kijkt, de limiet M2, 2, dat is hier gewoon een punt waar er niks gebeurt. Die functie loopt daar gewoon door, dus dan neem je gewoon de y-waarde van 2. 2 behoort gewoon tot het domein. Dit zijn de simpelste, de limiet is de functiewaarde. Die ga je natuurlijk niet zo superveel krijgen. Hè. Het zijn interessanter die punten waar er een asymptoot doorgaat of waar er een perforatie is. Hm? Soms zal er ook staan, als ik zeg linkerlimiet, rechterlimiet, kijk,
Als die gelijk is, dan spreek ik van de limiet. Is die niet gelijk, dan spreek ik van de linker en de rechter. Maar dan bestaat de limiet zelf niet. Bij punt 7 is een heel speciaal punt. Ja, dat is discontinu. Dat punt zit daar volledig geïsoleerd. Kan ik ook niet links of niet rechts continu maken. Dus kan ik ook niet spreken over een linker of een rechter limiet. Dus er is gewoon niks. Dat kan ook nog altijd. Goed, maak die oefening zeker omdat dat een goed beeld geeft, grafisch alleszins. Wat betekent meetkundig limiet? Ik heb beloofd dat vanaf dit hoofdstuk het leuk gaat beginnen worden en dat is ook zo, maar we zijn nog niet aan dat stuk. Dat is pas als je limieten gaat kunnen beginnen berekenen. Nu zijn we nog maar in de inleiding. Definities, Maxime heeft hierbij geschreven, lezen, ja dat is waar, je moet ze wel kunnen begrijpen ook. Ik vraag dat zelden, de definitie van een limiet, maar je moet het vooral kunnen toepassen. Hè? Dus i, de limiet van de functie in a, is gelijk aan b. Dat moet je wel perfect bestaan. A, dat zal enkel zo zijn als f', dat wil toch zeggen als ik de functie neem en ik neem er dit punt bij, ab, de enige continue uitbreiding is van f in a. Hè? Als ik dat zo teken, je moet dat wel goed begrijpen. Hè? Want als je dat niet begrijpt, dan ga je toch gaten beginnen hebben in je kennis. Dus je ziet hier duidelijk, die functie is geperforeerd in A. A doet niet mee met het domein, maar in de limiet is de limiet en A zal B zijn. Hm? Dus dat is belangrijk dat je dat zo begrijpt. Ik kan ook spreken over een linker- en rechterlimiet. Dan is de limiet bestaat niet. Of is, ja, soms is hij wel, bestaat hij wel, want is de linker gelijk aan de rechter. Maar meestal zal dat niet zo het geval zijn. Bijvoorbeeld in deze twee tekeningsjes heb ik telkens een sprong genomen in A. Hier zie je duidelijk dat de linkerlimiet B is, omdat ik het beeld hier links genomen heb, hier van onder. Dus ik kom van kleiner dan. En hier zal de rechterlimiet B zijn, als ik dit punt groen zou kleuren. Dus hier rechts, hier links. Belangrijk wel die tekeningsjes. Dat zou ik je eventueel wel kunnen vragen. Hè. Of ze zo'n juist of fout of zo. Of als ik dit geef en Z punt A en B en C, zodanig dat de definitie klopt of zoiets. Dus je moet dat toch wel kunnen begrijpen. Goed, dan zijn we eigenlijk een beetje door die inleiding van limieten. Epsilon-delta-definities. Oei, er zit hier een typfoutje in. Definities, dat moet hier een T zijn. Ik weet niet wat dat bij die blaadjes die ik naar jullie doorgestuurd heb al aangepast heb. Anders moet je dat maar aanpassen. Ja, dat is niet super belangrijk. We hebben de definitie gezien met limieten. Eigenlijk komt dat een beetje op hetzelfde neer. Dat wil zeggen, je kunt eigenlijk maar een limiet hebben als ik die continu kan uitbreiden. Dus dat wil hier eigenlijk een beetje zeggen dat je in die basisomgeving blijft. Maar dat is minder belangrijk. Dat moet wel in jullie nota staan. Je mag dat voor mij gewoon een keer doorlezen, maar voor de rest... En dat links en rechts wil dan zeggen dat je links eigenlijk in de basisomgeving links blijft of rechts in de basisomgeving rechts. Iets ligt dan in de rechter basisomgeving of in de linker. Dat is niet zo belangrijk. Je moet wel in je nota staan, maar lees dat gewoon een keer door. Als je daar eens een beetje kan inkomen, is dat goed. Die oefeningen die erin staan, die zijn wel interessant om een keer te doen. Kijk, dat is gewoon nu, je hebt daarnet uit het boek een oefening gemaakt, limieten grafisch bepalen, gewoon aflezen, dat is eigenlijk simpel. We hebben nog geen rekenregelslimieten gezien, toch kan je al de limiet ook gewoon bepalen door te berekenen, maar wel door benadering met zo'n functiewaardetabel. Dus ik heb dat hier een keer gedaan, dus ze vragen de limiet naar min 2. Ik vul eerst gewoon in, omdat ik nog denk, oh, misschien is het gewoon een continu punt en is de limiet gewoon de functiewaarde. Maar ja, je ziet, het geluk is niet aan onze kant. We hebben min 7, min 2, min 5 is min 7 gedeeld door 0. Ik mag niet delen door 0, dus het is waarschijnlijk een verticale asymptoot in dit punt. Ik zie het ook, het is de pool. Oké, dan kom ik gewoon een keer naar langs links en langs rechts. Dus ik benader min 2 zo goed mogelijk. Min 2 kan ik niet invullen, want dan heb ik een onbepaaldheid. Maar ik kan wel een keer min 2,01 invullen. Min 2,001. Dus ik probeer zo dicht mogelijk bij min 2 te komen. En wat zie je dan?
Amai, dat wordt hier altijd maar groter. Dus we zullen ze nog wat kunnen overdrijven. En dan mag je eigenlijk aannemen dat dit naar plus oneindig gaat gaan. Langs de linkerkant. Maar langs de... ja, dit is kleiner. Hè. Langs de rechterkant, en dat is nu een beetje... In de negatieve getallen moet je wel opletten. Dus minder klein en minder negatief, wil dat zeggen. Zie je duidelijk dat die limiet naar... heel kleine waarde gaan, naar min oneindig. Dus de limiet zal hier al niet bestaan. Hè. Dus wat is er hier wel aangegeven? Ah, ik heb wel een linker- en een rechterlimiet. Als ik links ga kijken, dus kleiner dan min 2, dan zie ik duidelijk plus oneindig. Kijk ik er een beetje rechts van 2, min 2, dan ga ik naar min oneindig. Grafisch perfect te controleren met je Inspire. Dus geef dat in. Laat die grafiek tekenen en maak dat je dat kan aflezen. Ik heb het, Maxime heeft het blijkbaar ook geschetst. Als je het ingeeft, is het duidelijk. Links van min 2 gaat die functie hier naar plus oneindig. En rechts gaat die functie naar min oneindig. Dit kun je dus voor al, dit zijn al moeilijkere functies. De ene was een gewone homografische functie, een hyperbool. Deze weet ik al niet meer hoe dat er precies gaat uitzien, maar eigenlijk met die benaderingsmethode, met die functiewaardetabel, hier heb ik enkel C nog gemaakt, denk ik. Jullie moeten dan maar B een keer proberen. Als 1, dus x nadert naar 1, ik vul eerst een keer gewoon in. Ah, terug C op 0, verticale asymptoot blijkbaar. Ik moet dus terugkijken. Door 1 zo goed mogelijk te benaderen. En wat zien we? Ah, dan wordt hier oneindig groot. Hè? Dus dat zal in de buurt van 1 langs rechts zeker naar plus oneindig gaan. En wat zie je hier links? Hetzelfde. In de buurt van 1, omdat ik nu links of rechts kom, wordt het ook oneindig groot. Ja, dit heeft er blijkbaar niet meer uitgerekend. Maar je ziet het hier al, dat het zeer groot wordt. Dus hier nadert naar dezelfde waarde. Dus hier... is de limiet gewoon plus oneindig. De linker- en de rechterlimiet zijn dezelfde, dus dan spreek ik gewoon van de limiet. Laat die functie ook zeker een keer tekenen. Het is zo belangrijk dat je weet waarom dat die limiet plus oneindig is en wat dat dan grafisch wil zeggen. Eigenschappen van limieten ga ik apart opnemen, anders wordt dat filmpje een beetje te groot.